Thijs Kamp. Hoi. Waarom de drukte hier? We zijn vandaag hier bij de Action op het Marktplein. Toussaint is er vandaag vanuit FC Straat om hier de promotie te doen en voor een meet and greet. Dus kinderen vanuit heel Almelo en omgeving kunnen hier zowel een bal scoren met een handtekening en een foto samen met Toussaint. Dus vandaar de drukte. Hey Kai, waar kom je eigenlijk vandaan? Markelo. Hoe lang is het rijden? Een half uurtje. En dan krijg je misschien niet eens meer een selfie, want je rijdt zo lang. Ja, en ik heb ook kleren van Toussaint, dus. Dus ik ben echt een fan. Wie is Soufiane Toussaint voor de ouderen onder ons? Soufiane Toussaint is een tegenwoordig een grote YouTuber met ongeveer 1,3 miljoen abonnees. Die straatvoetbal eigenlijk bekend heeft gemaakt in Nederland. Dus hij heeft zelf onder andere heel veel trucs en hij wil met zoveel mogelijk kinderen gaan voetballen. Wat vind je zo goed aan Toussaint? Ja, hij kan goed voetballen. Hij is beroemd en hij organiseert ook FC Straat. Ja, doe je daar nog mee? Ga ik nog doen. Had je dit verwacht, deze drukte? Nee, zeker niet. Kinderen konden zich hiervoor aanmelden. We hebben deze week meegekregen dat ze ongeveer 200 aanmeldingen hadden. Maar dat zijn al ietsjes meer dan 200. Want de kinderen die nu achteraan de rij staan, die krijgen geen handtekening of selfie meer. Nee, daar ben ik ook bang voor. Dus ze proberen al zo snel mogelijk overal doorheen te komen. Maar ik ben er ook bang voor dat het helaas er niet in zit. Wat heeft het sportbedrijf nou te maken met Toussaint's FC Straat? Toussaint's FC Straat, straks in mei zijn de FC Straat Leagues. En om eraan mee te doen, wil FC Straat voorrondes even organiseren. En daar komen wij in beeld. Dus in gemeente Almelo geef ik de voorrondes. Dus dan kun je met van de leeftijd 10 tot en met 15, zowel jongens als meisjes, kun je opgeven om aan de voorrondes mee te doen bij mij op de maandagmiddag. En dan gaan we op het concept van Kosani voetballen. Kan je zelf goed voetballen dan? Ja. Gewoon voetballen of trucs? Gewoon voetballen. Wat kan je zelf, hé? Trucjes. Laat je zien.